Welkom dames en heren bij deze Monkeys in Space aflevering. Dit is GTA 5 en we zijn het keer midden in de nacht op zoek naar een wagen. En ik dacht eerst aan deze wagen, maar toen ik verderop keek zag ik ook een hele mooie witte wagen. Want wij zijn criminele aapjes en wij gaan in deze... Oh, die rode! Kijk eens wat een mooie, dames en heren. Deze zou ik wel willen hebben. En is deze te koop? Nee. Is deze te huur? Dat is het. Deze auto is te huur. En we gaan eens even kijken wat we kunnen ontdekken in de GTA 5 map. Want die is groot genoeg om leuke dingen mee te maken. Het is de ingang en uitgang van de pier. Ofwel Del Perro Pier. Zo, ik zit onder de auto in één keer. Del Perro Pier. En we moeten stoppen. Want het is een bordje. Hoe lang moeten we stoppen? Er staat geen tijd bij ofzo. Jammer dat er geen timer bij staat. Dus ik weet niet hoe lang ik hier moet stoppen. Gewoon doorrijden. Inderdaad, ik vind het mooi om in Los Santos te rijden, omdat, maakt de zin af, omdat we hier namelijk de filmstudio's heen kunnen. En dit is voor mij de chique buurt hier zo. Dus een beetje de kakbuurt. Kijk eens, daar staat een vrouw met een hele dure jurk, ik zei het al. En die is bang voor mijn auto, kun je nagaan. Mijn auto is angstaanjagend cool. Yeah. Hallo meiden, hallo. Wat vind je van mijn auto? Hallo? Zie je het? Angstaanjagend! Nou, dit is ongeveer wel het tempo wat we kunnen halen met deze auto. En je ziet hoe hard het gaat. Het is echt verschrikkelijk hard. En ja, dat is zo fijn aan de bullet. Ja, bullet betekent ook kogel. Dus ja, zo kogelsnel gaat deze auto wel. Dat rijmt. Even kijken. Ja, we gaan naar de westkant. En ik heb zin om gewoon hier een keer te kijken op deze... Waarom houdt die weg hierop? Mensen vragen het zich af. En nu gaat jullie vraag beantwoord worden waarom die weg daar ophoudt. Kijk, dit is leuk mensen. Dit kom je ook tegen van die mensen. Die gaan we eens ook even irriteren. Let op. Zo'n tractormannetje. Weet je wel, zo'n tractormannetje. Die heeft gewoon haast. Die moet naar zijn werk toe. Ja, hij draagt helemaal niks. Maar het is zo'n boer. En boeren die zijn vaak hele ongeduldige mensen. En we gaan dat in deze aflevering meemaken. Want er wordt gestopt door een aap in een prachtige bulletwagen. Sportauto. Dus we gaan eens kijken wat hij gaat doen. Hij probeert al een beetje mij te ontwijken. Hij weet dat het hem niet gaat lukken. Maar we wachten met spanning af. Want die man achter de tractor, die zit ook al een beetje zo van... Of de vrouw, die zit een beetje te kijken van... Wat gaan we doen hieraan, dit probleem? Ik bedoel, een tractor staat bijna 9 van de 10 keer stil op een weg, dat weten we. Maar dit keer wordt hij tegengehouden door een aap in een bulletauto. Dus ja, de ophoping wordt nou al meer. Ik bedoel, er staan alweer 3-4 auto's achter hem. En het begint nou een beetje te kietelen bij de boer, hoor. Het begint een beetje te kietelen. Ik zie zijn gezicht ook. Voor mij heeft hij een baard... En echte boeren hebben echt wel een baard natuurlijk. Maar hij doet helemaal niks. Dus wat ik nu ga doen... Nou, dit gaat ook niet lukken. Maar die boer, hij is echt heel geduldig. Oh, hij gaat uitstappen. Oh, het is een hele dikke boer. Het is een hele dikke boer. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Hij wordt overreden door een andere auto. Zie je? Dat is de wraak. Piece of shit. Ga maar naar je tractor. Ik ga zijn tractor stelen. Let op. Dit is grappig. Let op. Ja. Kom dan, hè. Wat ga je doen? Dit is Amerika. Zo, en nu, hè? En nu, wat ga je doen? Ga je mijn auto stelen? Nee, je gaat niks doen, hè, boer? Heppakee, ik sla hem voor zijn bakjes. Dan ga ik weg. En dan pik ik zijn tractor. Waar is de tractor? Zijn tractor is weg. Sorry, meneer. Ik wou uw tractor stelen, maar dat gaat niet door. Doei, doei. Zo. En nee, hij gaat me niet stelen. Hij gaat me niet... Nee, laat los. Laat los, jij boer. Laat los, jij boer. Hij zegt dood. Ik stil gewoon... Dag meneer, ik zie helemaal niks. Ik ga die over het lijk heen, let op, dan zien ze niks. Hallo meneer de tractor. Ik wil even uw tractor lenen, mag dat? Nou, dan gaan we gewoon maar hier dit pad af, want we hadden... Ik had het beloofd. Ik neem even een kortere route, dit gaat veel sneller. Stap 1. Doe nooit stunten met een tractor, want de motor zit op het dak. Blijkbaar... Is dit spel soms een beetje te realistisch gemaakt? Of misschien juist onrealistisch? Ik bedoel, waarom zou je iemand serieus nemen die een apenmasker heeft in een ziekenhuis van Philville Hill? Philville, is het Philville? Oh, een bus, ik wil die bus. Ik wil de bus, ik wil de bus. Kom op, kom op. Ik wil de bus. Los Santos Transit Sits. Los Santos Transit is. Ga niet door rood. Ga niet door rood! Het is echt een vervelende auto. Ik moet die bus nemen. Die bus is prachtig. Stoppen! Ik wil deze bus. Gooi hem uit de bus.
Huppakee. En nu ga ik eens even buschauffeurtje spelen. Geen mensen? Nee? Volgende halte. Bureau halt. Nee, we gaan er niet heen. We gaan weer naar die plek toe. Want ik wil weten, wat zit daar? We gaan dat met deze bus doen. Dus het wordt een hele lange trip. Maar we gaan hem skippen voor jullie. Ik zat zo te denken, maar het is eigenlijk best ongelooflijk hoe je nu deze omgeving ziet. Het ziet er hartstikke leuk uit. Het ziet er hartstikke mooi uit. Maar weet je dat het zo gaaf is dat je eigenlijk moet beseffen dat de onderkant van de map helemaal hol is. Dat gewoon één lege vlakte is. En dat het eigenlijk één laagje er bovenop wordt geplakt. En dat dit is. Dat je wat je ziet, de bergen en zo, aan de andere onderkant zit helemaal niks. Het is helemaal hol. En dat is toch heel gaaf gedaan. En dan zo maak je dus een complete map. En dat is zo gaaf. En bij San Andreas had je dan vaak van die bugs. Ik heb hier niet veel gezien in GTA 5. Ik heb eigenlijk ook niet heel erg achterna gezeten dat ik het ging zoeken of zo, of opzoeken. Maar dat is een beetje dubbel op, hè. Opzoeken en zoeken. Ja, meestal als je gewoon iets tegenkomt tijdens een missie of zo. Het is me nog niet echt opgevallen. Maar het is heel apart om dat eens te zien. En we zijn weer op een plekje aangekomen waar we moesten kijken. Nou, van mezelf was het gewoon een soort missie van ik wil zien wat daar is. Ik wil weten wat er is. Wat kan je daar doen? Is er een of ander feestje aan de gang? We weten het niet. Maar we gaan nu heel voorzichtig de weg volgen. En we gaan niet als een tractor naar beneden duvelen, net als vorige keer. En toen zei ik van zit de motor niet op het dak? Maar wie zit hier? Het lijkt net wel of de motor op het dak zit. Zie je dat? Een of andere bochel erin. Hele scherpe bocht. En we komen aan beneden. En wat kunnen wij aanvinden? We vinden twee auto's. Er is dus wel leven daar. Er is leven hier. Oké. Ik ben heel benieuwd. We parkeren onze auto gewoon heel netjes hier zo. Onze bus dan. Het is niet echt een auto. En we gaan eens kijken waarvan deze twee auto's zijn. Want hier zijn mensen iets aan het doen, denk ik. Waar auto's staan, ik zie daar ook een hippiebusje. Ik zie een parasolletje. Dat staat gewoon midden in het water. En hoge golfjes. En er staat ook een hele stoere auto. Wat is hier aan de gang? Is dit een beetje de hippie-tijdperk? Ik bedoel, allemaal kleurtjes hier. En zitten de mensen... Bootjes? Ik zie jetskis. Wat grappig. Geen mensen te bekennen. Dit vind ik gewoon heel erg jammer. Waarom zijn hier geen mensen in de buurt? Dus ik moet maar denk ik de lol gaan opzoeken. Op het water. Heb ik het gevoel. Wat doet hij? Ik ga eens kijken. Hallo meneer. Mevrouw, meneer. Ik kan het even niet zien. Is het een dame? Het is een dame, denk ik. Hallo mevrouw. Meneer? Is het nou een meneer of een dame? Voor mijn dame aan het roze horloge te zien. Dag mevrouw, wat bent u aan het doen hier? U staat in het water, wist u dat? Mensen zijn echt bang voor me. Wacht, ik ga er omver lopen. Kom, ga omver. Even kijken hoe ze reageren en wat ze gaan doen na die explosie. Let op. Puts! Je mag dit niet gaan rondvertellen. Alsjeblieft, je mag het niet rondvertellen. Ik moet de dood gaan schieten, meneer. Ik moest het doen. Excuus, meneer. U mocht niet mijn geheimpje verklappen van de rocket. U mocht mijn geheimpje echt niet verklappen. Ik ga met deze jetski. Die gele is ook mooi. Halt, stoppen! Nu stoppen, ja! Stoppen! Ik wil die gele hebben. En over de woeste golven gaan wij met ons jetskietje eigenlijk een afsluiting doen van deze video. En ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Vergeet niet te abonneren en te liken van deze video. Abonneer in het midden van het scherm en dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe video van GTA 5. Doei doei!